Hoi, lieve mensen, en welkom bij een nieuwe video. Ik heb twee boeken volgekleurd. De eerste twee volgekleurde boeken van 2024. Ik vind het weer helemaal leuk en exciting dat ik weer twee boeken heb volgekleurd. Het geeft gewoon een bepaalde voldoening. Um, ik ga vandaag alle platen uit deze twee boeken laten zien. Alle volgekleurde platen. Hou er dus rekening mee dat ik het hele boek laat zien. Niet iedereen vindt het fijn om een heel volgekleurd boek te te zien, sommigen houden een beetje van een verrassing en willen nog niet de ingekleurde platen zien. Dat ga ik dus wel laten zien, dus hou daar rekening mee. Um, de boeken die ik heb volgekleurd zijn van Eclipse. Dit is Color Art Books, Color by Number Pacific van Eclipse AJ Kinel. En het tweede boek wat ik heb volgekleurd is van Belba Family Stone Mosaic Book 2. Ik ga beginnen met uh, Pacific. En uh, ik moest deze maand nog drie platen kleuren om dit boek vol te maken. En uh, ja, ik ga ze gewoon allemaal laten zien aan jullie. Uh, dit is een heel slecht geprint boek. Uh, ik heb hem volgekleurd op 6 januari uh, ja, dit jaar. Helemaal aan het begin van deze maand. Uh, ik heb mijn boek zelfs uh, moeten plakken. Want hij is gewoon helemaal kapot gegaan, gescheurd. Echt zonde. Maar dat mag het pret niet drukken, want dit is gewoon echt een onwijs leuk boek en ik heb hem ook redelijk snel volgekleurd. Volgens mij, uh, ja, ik weet niet, heb ik een, een paar maanden gehad, denk ik, dit boek, Een halfjaartje of zo. Er zijn mensen die natuurlijk een boek veel sneller uitkleuren, maar ik ben gewoon niet zo uh, heel vlot. Ik heb, als het goed is, bijna alles met alcoholmarkers gekleurd en meer in deel ook met een witte Posca-pen voor wat details. Ik heb volgens mij wel één plaat met stiften op waterbasis gedaan, ook. En dit zijn vooral mijn uh, deco times. En op een gegeven moment ben ik overgegaan op mijn Nassau alcoholmarkers. Deze. Ik vind de kleuren ook zo uniek, zo apart. Die achtergronden. Oh ja. Op deze plaat zie je heel veel yellowing. Ik heb waarschijnlijk op deze plaat uh, oliep gebruikt. Waarschijnlijk het rood oranje. Dat uh, geeft dus yellowing op de plaat. En deze. Sommige hebben iets meer detail dan de andere plaat. Maar dat vond ik juist wel leuk uh, in de afwisseling. Ik ben hier eentje vergeten. Medium green. Ik ben hier één. Klein steentje vergeten in te kleuren. Nou ja, dat geeft niet. Ja, deze is met aquamarkers gekleurd. Vond ik niet zo'n heel groot succes achteraf. Je ziet toch een beetje ja, dat vlekkerige, een beetje die droge plekjes en zo. Dit is volgens mij de allereerste plaat die ik ooit gekleurd heb in het boek. En eigenlijk na deze plaat was ik zo enthousiast over dit boek. En dacht ik echt, ach, ik wil alle platen uit dit boek gewoon kleuren. En deze. Dit is volgens mij de cover page. Ja. Ik vond deze achtergrond iets minder. Maar dat kan ook komen door mijn kleurkeuzes. Ik denk dat mijn roze gewoon iets te fel was of zo. Want de rest is best wel een beetje neutraal, een beetje meer muted. En dan kom ik aan met een hele felle roze, zeg maar. Dus dat ziet er een beetje, in mijn ogen, een beetje gekkig uit. <laughs> Deze: En dit boek is eerst een projectboekje geweest. Dus ik kleurde iedere maand uh, twee platen met uh, ingrid. Daarna heb ik zelf wat platen gekleurd. En de laatste drie van deze maand waren allemaal Buddy Colors. Hier gaan we dus over op Landscape. En deze is van vorige maand. En dit is dus met Nassau alcohol markers, als het goed is. En deze vind deze heel leuk. Heel kleurrijk. Ook de achtergrond vind ik leuk. Ondanks de, ja, een beetje de felle neon kleurtjes. Dit is van deze maand. Dit is een buddycolor met Tinneke. Je kan haar vinden op Color Mermaid op uh, Instagram. Jij kan een oproep gedaan of uh, ja, jullie het leuk vonden om een buddycolor of meerdere buddycolors met mij te doen om dit boek vol te maken. Ik hoefde er nog maar drie. Ik heb er twee met tinneke gedaan en eentje met rachelle van te leuk kleurt. Deze ook met tinneke gedaan. En je merkt dan toch als je met nassau kleurt. Nassau, die heb ik hier staan. Nassau is uh, een marker met een fine point en een broad tip. Dus je hebt geen brushkant. Dus de grotere oppervlakte zullen altijd iets moeilijker zijn. Iets droger zijn, maar ja, dat geeft niet. Deze, ook van vorige maand, geloof ik. Stuk meer detail in de plaat, wel heel leuk. Ja, en dan deze. <laughs> Dit is mijn Buddy Color met um, Rachelle, te leuk kleurt. En tijdens de kleuren van deze plaat heb ik dus geen bladder sheet gebruikt. Vergeten. Um, dus heel deze plaat was helemaal onder de marker en ik kon er geen cijfer meer uithalen. Dus ik heb aan Rachelle gevraagd of zij de lege plaat naar mij wilde sturen, zodat ik zeg maar de plaat kon inkleuren aan de hand van haar foto. En dan kon ik de nummertjes zien en inkleuren. En um, ja, het ziet er nog vreselijk uit, <laughs> maar toch wilde ik hem kleuren. Dus Rachelle, heel erg bedankt. Dat je deze plaat met mij hebt gekleurd. Dat je ook de lege versie naar mij hebt gestuurd. Zodat ik deze plaat in ieder geval kon inkleuren. Het was echt een, uh, een hel staakje. Maar goed, hij is wel gekleurd. Toch weer een plaat klaar. En de laatste van dit boek. Is de Octopus. Inktvis. Nee, Octopus is dit. En deze geloof ik weer met uh, Deco Times gekleurd. En bij deze heb ik bewust geen bladdersheet gebruikt. Omdat het de laatste plaat is. Het hier zie je dat die mooi is doorgedrukt. Plus de yellowing. Je kan heel duidelijk de yellowing zien. Het zijn precies de oranje vlakjes geweest. Oranje rood. Helemaal verder doorgedrukt. Dus deze is helemaal compleet. Dit is Pacific van Eclipse. AJ Kinel. En dan het tweede boek. Letterlijk boek 2. Van de Stone Mosaïek van Belba Family. Ik heb boek 1 in 2021 volgekleurd kan dat? Of nee? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik zou het eigenlijk echt niet meer weten. Maar ik heb boek 1 al helemaal vol. Nu is boek 2 vol. Ik heb flink wat platen gekleurd deze maand. Volgens mij zijn het er zeven. Ja, want ik wilde hem gewoon heel graag vol hebben. En dit zijn platen die je heel makkelijk uh, en snel kleurt. Je hoeft er niet echt over na te denken. En ik heb deze volgekleurd op 19 januari. Iets korter geleden. Ik heb het platen niet allemaal in één keer gekleurd. Ik heb, ik heb hem gewoon iedere keer even een dag erbij gepakt. Eén plaat gekleurd. Drie dagen later weer een plaat gekleurd. Dus ik heb hem heel langzaam uh, ja, in die zin uh, volgekleurd. En dan beginnen we met de eerste plaat. Ik. Ik ben langer geleden begonnen in dit boek. Pakte hem steeds erbij. En eigenlijk pas eind vorig jaar. Begin dit jaar heb ik hem echt pas um, ja, bewust volgekleurd. Zeg maar. Het is merendeel alcoholmarkers. Je hebt best wel wat gedetailleerdere platen in dit boek. Zoals deze. Uh, maar je hebt ook wat makkelijkere platen. Zoals deze. Maar juist die afwisseling vond ik heel erg fijn. In dit boek. En het zijn telkens hele random thema's. Ze We hebben wel thema boeken zoals kerst en zo. Maar dit is gewoon een boek met allerlei verschillende onderwerpen. En hij gaat continu landscape portret, landscape portret. Dus ik zal hem ook weer moeten draaien. <laughs> ik vind deze een beetje creepy. Als ik heel eerlijk ben, het is een beetje te veel ingezoomd naar mijn smaak. Um, vrij simpel. Oké, okay, prima. Plaat I guess. Um, volgens mij heb ik hier zoveel verschillende peach kleuren moeten gebruiken. Want voor mij begon ik met een vrij donkere. Ging die leeg heb ik een lichte moeten pakken. Dus en ze ziet er een beetje gekkig uit. Haar voorhoofd is lichter dan de rest. Deze lekker aan het strand. En vanaf hier ging ik kleuren met uh, aquamarkers. Stiften op waterbasis, ook van Decotime. Op de meeste platen heb ik ook nog een POSCA-pen gebruikt voor wat detail. Heb ik heb niet op iedere plaat uh, gedaan. Deze bijvoorbeeld niet. Ook stiften op waterbasis. Ik heb heel veel platen met stiften op waterbasis gedaan uh, in het midden van het boek. En op het eind ben ik weer gaan kleuren met uh, Nassau. Ook markers. Deze. Dit is volgens mij de coverpage. Maar dan schuin zonder achtergrond. En ja, ook aquamarkers. Heel veel uh, eentonige achtergrond op sommige platen. Vooral heel veel Peach. Ik vind Peach niet zo'n hele leuke kleur. Misschien als je mij wat langer volgt, ik hou niet echt van de hele lichte kleuren. Dus ik vind geel niet zo heel leuk. Peach vind ik niet zo heel leuk. Ik hou van wat meer kleuren die echt goed dekken. Zoals rood dat is altijd wel lekker intens. Uh, gewoon donkerblauw, donkergroen, bruin. Dat vind ik altijd gewoon heel fijn kleuren. Als ik met een plaat begin, begin ik ook altijd met de donkerste kleuren. Dat vind ik dan toch het fijnst of zo. Nou, hier hadden ze me gehoord: een donkergroene achtergrond. En volgens mij heb ik hier wat kleuren omgedraaid. Want volgens mij moest dit lilac zijn. In plaats van uh, oranje. Volgens mij had ik hiervoor in Pacific gekleurd. En bij um, Eclipse is 12 een soort van een dark peach. Een beetje een orange-bruin. Nou, het is niet echt een. Ik weet niet echt een naam voor die kleur. Maar in ieder geval deze kleur. Dus heel automatisch pakte ik bij 12 die kleur. Dus, maar. Op zich vind ik het nog best wel leuk staan. Als je het niet weet, had je het niet gezien, denk ik. De kikker. Sta ik nou een erover? Nee. De stoel. Ook nog steeds een stifte op waterbasis. Deze ook nog steeds. Ja, het is gewoon een heel relaxed en fijn boek geweest om te kleuren. De goudvissen, tenminste. Of zijn Nemo's? Geen idee. Het zijn vissen. Met een anker. En deze. Ik vond het zo lastig. Ik had het met Mandy erover van, wat is dit nou eigenlijk? En zij dacht aan een soort medaillon, zeg maar. Wat er maar aan een soort van lange keycord hangt of zo. Uh, ik dacht aan een parfumflesje. Maar het kan dus echt van alles zijn. Dus als jullie een suggestie hebben van wat dit kan zijn, laat het me vooral weten. Deze ook met stiften op waterbasis nog. En hier. Alle platen die je nu gaat zien zijn dus van deze maand. En. Eigenlijk een beetje een sneak peek van alles wat ik heb gekleurd in januari. En vanaf hier heb ik dus met Nassau alcoholmarkers gekleurd. Ik ga de tabs er ook niet uithalen, want ik moet ze nog laten zien in alles wat ik heb gekleurd. Bergen, zoals kampeerplekje. Van deze een beetje apart ofzo. Het gaf mij het meest idee dat ze niet meer zo goed wisten wat ze nog moesten doen in dit boek. Dus we maken maar een heel groot blad met allemaal gekke kleurtjes erin. De hond. Een hele drukke achtergrond. Ook weer vrij veel detail. Hier hebben we de snowglobe. Het is dat ik al een item had gekleurd voor Snoakloop. Want ik heb Snoakloop ook als een, uh, een scavenger item voor mijn scavenger hand. Uh, anders had ik deze kunnen gebruiken, maar ik heb al een andere gekleurd. De, het schilderpaletje, ook heel leuk. En dit is de allerlaatste, volgens mij. Ja. Een soort... Uh, ja, wat is het? Een soort kan In ieder geval iets van een soort theesetje. Dus ja, hij is helemaal vol. Beide boeken. Uh, Stone Mosaic, boek 2. En Pacific van Eclipse Art. Ik zal sowieso beide boeken onderaan de beschrijving linken. Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt na het zien van deze video... Uh, op Amazon zul je nog veel meer boeken vinden. Ze hebben intussen al zoveel uh, stone Mosaic boeken. Zoveel boeken van Eclipse. Dat is echt bizar. Die brengen iedere week ongeveer een nieuw boek uit, geloof ik. Uh, deze boeken ga je natuurlijk nog zien in alles wat ik heb gekleurd. Dan laat ik alleen de platen zien die ik deze maand heb gekleurd. Je zal deze boeken ook uiteindelijk in een short gaan zien. Ik ben nu eerst de oudere boeken, de oudere volgekleurde boeken, aan het filmen voor, um, ja, voor mijn shorts. En deze zul je op een gegeven moment daar ook wel voorbij zien komen. Ik vind het gewoon fijn, ook voor mezelf, om alle boeken die ik heb volgekleurd in ieder geval online te hebben staan. Dus hoef ik ze niet in mijn kast te bewaren qua ruimte en zo. Um, dus ja, ik ga hem hierbij lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo so, ja, yeah, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet je zeker niet om je te abonneren. Ik zou het namelijk super leuk vinden om jou erbij te hebben. Uh, vergeet ook niet je belletje aan te zetten. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei! doei.